Hallo allemaal, welkom bij een nieuw video op mijn kanaal. Mijn naam is Johan en... ja, ik kan dat echt niet meer. Ja. Dat is best een tijdje geleden, hè, dat ik Halo ging spelen. Eigenlijk was ik er ook mee gestopt omdat het voor geen ruk bekeken werd. Maar toen laatst was ik bij Jorik. De video met Jorik staat hier of daar. Ik weet het niet hoe het werkt bij een camera. Maar goed, ze zei, hey, speel je nog een HD? Ik zei, nee, maar ik kan het wel even downloaden, maar ik ga het waarschijnlijk toch niet meer spelen. Maar nee, daar had ik me dus kennelijk in vergist, want het is nu een week later en ik heb nog nooit te veel HD gespeeld in een week dan nu. Misschien helpt het er ook wel bij dat ik nu vakantie heb, maar alsnog, ik heb nog nooit te veel HD gespeeld. En daarom gaan wij dat vandaag weer doen. En dan zonder zonnebril, want dat was de vorige keer nog. En ja... En oh ja, sommige mensen vonden mijn plant heel erg cool. Dus, dit is het even weg. Geef hem een naam in de comment. Noem hem Henk als je wil. Noem hem Willem. Noem hem Eveline. Het maakt me helemaal niks uit. Als het maar een leuke naam is. En dan kies ik er eentje uit en dan heet mijn plant zo. Oké, zoals je ziet, ik ben ook een paar levels omhoog gegaan. Namelijk de vorige video was ik op een laag gelegd. Ik weet niet welke, dat komt nu in beeld. En ik heb best wel dingen, namelijk ik kan heel veel dingen pakken en zo. En ik heb een botergrendel, maar dat ga ik pas aan het einde van de video doen of zo meteen. Want dat is leuk ofzo, dat is eigenlijk het enige heel erg bijzonder aan deze video. En wat irritant is, ik heb een opdracht waarbij ik, even kijken. Laat 12 op één volgende rivier boten. Ik heb er al 11 gedaan en ik hoef er nog maar eentje. En ik hoef alleen maar één ijsje, want ik had ooit één vanille-ijs gekocht. Maar het probleem is, ik heb geen ijsmaker, omdat ik er nog niet genoeg coins voor heb. Kijk, een ijsmaker produceert ijs. Die kost 3800, maar zoals je ziet, moet ik nog 3400 bij. Dus ja, wat zeggen ze in de chat? Maar ik heb ook veel nodig. En dan, ja, ik ben ook zelfs uit mijn eigen buurt gestapt, omdat er eigenlijk niemand in zat. En ik wilde... heel even een actief buurt, misschien dat dit een beetje bekeken wordt gemaakt, ga ik weer in mijn eigen buurt en dan kunnen mensen ook erin. Ik help even wel met de bomen op de vlas. Maar eigenlijk de enige manier nu om ijs te krijgen is uit de krant of iemand anders. Maar niemand in mijn club of in mijn buurt heeft net ook een ijsmachine. Dus dat is irritant. Als ik kijk, er is geen huisje. Wil jij? Nee. Ik krijg in de kranten veel meer voor. Zeg Jorik. Oh, ik vroeg, ken je iemand met een ijsmaker? Maar nee. Maar flappies, wat een flat. Wat is dit? Ja, prima. Shirtjes, heel veel voor. En waarom dingen? Ik heb ook echt bijna 2000 euro uitgegeven aan ook naar munten en al deze decoratie. Want ik heb ook nu een paar dieren. Oh, ik heb geen melk. En wel te trek. Oké. Deze heet Billy. Mijn hond heet Martiner. Dat is een vriend van mij. Zo heet de game naam. Deze heet Simba. De kat die bij mijn hond in het park leeft net op een brug. Triple is de kat van iemand die ik ken. Maar ik heb per ongeluk twee dezelfde katten gedaan. Dat is toch... ja, dat is niet zo slim. Ik heb nu twee van die sheepers, maar ik wou ook een calico. Ja, sorry, dat spreekt het uit volgens mij wel. Dus dat was niet zo slim. Maar ik moet even wat melk pakken, zodat die katten wat te zuipen hebben. Geef ze meteen weer voer. Hup, hup. Twee keer op de vlat. En weet je wat fijn is? De vorige keer zat ik nog met mijn telefoon zo, mijn beweegde de hele tijd, dat ik met mijn telefoon zelf ook filmde, maar... nu heb ik gewoon een camera, kan ik bewegen met mijn telefoon tegelijk, dus dat is helemaal top. Ik heb als deze spek en eieren en spek. Heb ik, nou ik wacht wel even, misschien heeft de volgende poot hier nodig. Dus ik wacht er even. Oh, schapies, kunnen gescheerd worden. Hattevat, hey, de boerderijding. Nog meer. Hattevat, oké. Wat we dingen hebben voor, oh ja. Eén, oh. Hey, ik heb een zaag. Top. Die nog? Oh nee, dan moet ik nog meer krijgen. Goed. Ik heb dit al gedaan. Ja, dat is niet zo slim. Maar goed.
varkentjes eten geven en dan de kip even de eieren rapen. Of wat? Weet je wat wel fijn is? Bij de... Hey, de boer, dat is Jorik, die heeft hulp nodig. Ah Jorik, de laatste video's zit je echt heel vaak in. Waar heb je hulp nodig? Oh, wat heb je? Appels, brood. Ja, ik heb net mijn appels heb ik al weggedaan, dus... Oh, ik heb al best struiken. Best en bramen. Oh shit. Nou, gelukkig is mijn bijna mijn hele kraampje leeg, dus dat is fijn. Maar oh, deze zit echt helemaal vol. Dan gooi ik er gewoon wat tarwe bij. Maar sojabonen. Ik wil dat op een wat lage prijs afronden, anders koopt niemand het sowieso. Van die gewassen, dat het verkoopt altijd wat minder snel. Daarom doe ik er wat net iets lager prijs, omdat de mensen het dan sneller kopen. Voor mijn gevoel, want het is meestal best wel snel verkocht als ik het in de krant zet. Oké, dan de tarwe, hot de flat. Poen. En nog een beetje mais. Attenblad 69. Helemaal top. Laat ik meteen wat nieuwe voer maken. Want ik heb toch wel... Waar heb ik even nodig? Koeien. Ik heb eigenlijk voor alles wat nodig. Kippen doe ik even in de aparte. Want dat is zo klaar. En dan nog schrappies. Attenblad. En dan kijken we even in de krant of er vanille-ijs is. Want dat heb ik heel erg nodig. Want ik heb ook al mijn diamanten op, dat is best dom, maar anders zou ik, ja, dat is wel 28 meteen, maar anders zou ik het nog kunnen overwegen. Laat ik meteen, hey, oh ja, dat moet ik weer even pakken. De vlat. Ik hoop niet dat hij nu meteen weer vol zit. Pak ook weer de bremen. Is al iets verkocht? Nee, oké. Nou, dan gaan we even wat erin gooien, even bij elke machine wat te doen. Boter heb ik bijna altijd al nodig. Dus hier. Popcorn heb ik. Weet je wat? Anders heb ik varkens, dus waarom zou ik het moeten doen? Die krijg ik niet zoveel voor, dus nee. Deze platina staaf, dan heb ik die om. Platina, ja. Weet je wat? Ik heb ook nog twee scheppen weer prima. Nu is het wel allemaal dynamiet op en zo. Ja, nu hebben we weer nog een platine staaf te maken. Tot deze. Ik heb alleen een stukje ding nodig. Katoen, sure. Ik heb altijd katoen nodig, dus ik maak meteen 3. Een appelsapje. Oh, ja, top. Trouwens, vraagt Jorik dan ook appels, want ik heb niet zoveel appels. Hey, ik heb al popcorn voor je, alsjeblieft, Jorik. Ik heb 2 keer vanille uitgevraagd, heel logisch. Maar ik wacht tot de volgende boot komt, zodat ik weet dat die nodig heeft, want dan kan ik dat geven. Oké. Heb ik een roomtaart? Sure. Kersen. Ik heb een kersenboom staan. Ja, ik heb een kersenboom staan, dus die doe ik ook gewoon even. En appel, ja, hier heb ik geen zin in. Of, ja, ik heb er genoeg. Dus kan ik een visburger maken, want ik heb al ooit eerder een stukje vis gekocht waar... Oh ja, bij de barbecue zit het, hè? Ik heb 1 broodje nodig. Oh, dat is binnen 5 minuten klaar, dus had glad een broodje erin. En laat ik me neer iets platen, want ik heb, ja, tarwe is zo klaar en ik heb er niet te veel meer. Suikerfriet is ook wel handig. Oh, dat wil ik niet. Ik heb echt heel veel pepers, dus ja, onhandig. Nou, niet onhandig. Hey, er is iets verkocht. Ik, om zo te zeggen, ik heb liever veel tarwe dan rode pepers, want chili peper, want hier kan je niet zoveel mee ofzo. Het verkoopt niet heel goed ook, maar ik doe het er toch in, op de flat. Er zijn altijd wel mensen die het nodig hebben. Oh kut, ik heb ongeluk 100 euro gedaan in plaats van 99. Maar als mensen gaan vragen, hey, waarom zet je alles in een krant en lijkt je niet gewoon eerst door je buurt bekijken? Ik heb niet een hele bijzondere buurt en anders dan ziet Jorik het vanzelf wel. En als hij het nodig heeft, vraagt hij toch wel. Dus. Oh ja, en deze paard. Hij heet nu het peert. Maar ik wil een betere naam, dus laat ook een naam weten van het paard in de comments. Dus laat een naam van de plant weten in de comments.
En dan maak ik daar van een aantal namen die ik pak uit een random rad. Die zet ik in een poll. Daar mag je op stemmen. Dat doe ik ook bij het paard. Als er bijvoorbeeld 6 namen zijn, dan doe ik er 3 in een poll. En dan mogen jullie daaruit kiezen. Het doet eerlijk. Het lot bepaalt en jullie. Dus. Kan ik weer iets in de... Oh, nog 22 seconden voordat ik iets in de kant kan zetten. Weet je wat, ik maak wat chili popcorn, maar ik verkoop tegen als tierenleer. Roomtaart heb ik nodig. Nou, dat heb ik wel nodig, maar... Je hebt wel veel coins. Maar ik vind het denk ik niet waard. Want ja, dat is ook wel heel veel. Ja, ik vind het niet waard. Deze doe ik gewoon weg. Als of wat. Oké, kan ik hiermee eens maken of... Nee, oké. Doe ik twee nieuwe erin. Oh, shit, ik vind het toch te weinig. Oh, dat pakt het lekker. Het is wel fijn, want de voederwagens hebben nu 1 ster, waardoor mijn kippenvoer echt binnen 4 minuten klaar is. Dan kan ik echt heel snel in. Wat knop. Chili pepers. Wat te vat. En dan nu. Dan heb ik denk ik niks meer wat ik echt moet doen. Nu gaan we door naar de vissersboot. En dan rijdt de vrachtwagen langs, dus misschien horen jullie dat. En voilà. Huppatee. Ja, de boot drijft weer. Probeer deze maar eens uit op de rivier. Wat de vlat. Ja hoor, daar zijn we. Kijk nou wat. Ik heb die boot in geen tijden gezien. Je oom en ik hebben daar heerlijk op gevist. En ga ook eens vissen. Je ligt echt niet alleen te dobberen. Haha. Zo, dat is een goeie gehad. Hoe moet je vissen? Oké, je pakt een ding. Dropt in het water. En dan... komt er een vis op af, dat logisch. Oh, en dan moet je in het gaat in dat Of vind ik, I get it. Alright, dan gaan we het eens proberen. Dit is een goede visplak voor beginners. Proberen maar één te vangen. Mag het geduldig af tot een vis bijt. Oké. Okay. Ik vind het echt best wel een lekker muziekje. Oh, ik moet erin hebben. Zo. Kijk, komt er een visje van, geloof. Hé. Hey. Nee, die kant op. Nee. Wat te vlak. Je hebt de vis te pakken. En het is een rode zalm. Hij is nieuw en hij heeft 4,9 kilo. Nou, bijna 5. Wat te vlak. Tja, het is een leuk visje, maar je had de vis van je oom eens moeten zien. Hij heeft zijn logboek achtergelaten in deze hut. Oké, de rode zalm. Wat te vlot. Oh, ik krijg een diamant ervoor. Hoe top. Dat is fijn. Oké. Met deze werkbank kun je een nieuw kunstaas maken. Voor wormenaas heb je alleen tijd nodig. Maar de meeste vissen vinden het niet lekker. Gebruik de groepbonden om speciaal kunstaas te maken. Om verschillende vis te lokken. Zodra je klaar bent, wordt al je kunstaas bewaard in je viskoffer. Veel succes. Als je ooit hulp nodig hebt, kun je gewoon maar tikken. Oké, dus dat is niet... Oh ja, oké. Okay. Dus die kost niks. Blauw kunstzaad. Hoeveel heb ik van die dingen? Nou, ik vind wel dat ik een blauw kunstzaadje mag maken, maar dat duurt wel even. En dit is... Wat is dit dan? Ook met het vissen naar kreeftfotogenen op level 44, oké. Okay. Oh ja, want deze eenden... Ja, ondiepe visplek. Oh, hier kan ik nog vissen. Want die eenden, dat kan je op een gegeven moment ook in die machine doen. Oh, level 50 pas, eenden vallen. Hier wist ik. Maar dan komt het bij level 30, dus dat level heb ik al bijna. Dan kan ik visnetten maken. Dat is heel handig, dan kun je er al in hangen en had te vlot. Oké, laten we ook hier weer gaan vissen. Heb ik niet doen, dus... Oh, nee, oké. Had te vlot. Oh, ja. Erin nou, zo. Kijken of er vissen zijn. Pak hem. Oké. Dit is een minder groot rondje. Dus ik bedoel, dit is een groter rondje. Dus het is makkelijker. Ik denk. Oh, weer een rode zalm. Ja, deze is nog zelfs minder. Oké. Wat de vlot. Dan heb ik nu maar 2 visplekken. Oh ja, moest je met. Ik heb echt heel weinig mokers. Dan moet ik echt een keertje ergens kopen voor. Maar ik moet een beetje sparen. Dus dat is leuk. Ik had best wel lang gewacht om te vissen. Omdat ik dit. Ik vind het wel leuk of zo. Ja, nog iets. Oh, maar je kan maar 20 dingen in je koffer doen. En deze moet je ook weer. Aha.
Dat doe ik nog niet, want het kost maar één. Maar ik moet eerst dan heel veel dingen hebben, want dit duurt heel lang. Maar ik vind het wel grappig, het kost niks. Maar deze duurt dan wel heel lang. Goed. Wij hebben de vis ontgrendeld. De visboot. Maar ik wil nog steeds vanilleijs, dus... Hey, plat. Kijk weer in de krant of je vanilleijs hebt ergens. Come on. Nee, ik heb gewoon helemaal niks. Gewoon helemaal niks. Maar ik kan hier geen hulp meer voor vragen, omdat ik iets anders had. Dat was een soort kitsch of zo. Ik weet niet wat het precies was. Maar dat had ik ook echt niet. Dan moest ik ook echt om hulp vragen. Maar nu kan ik hier dus geen hulp meer om vragen. Ik kan wel extra om hulp vragen met deze. Maar ik heb even geen zin om 5,50 uit te geven voor zo'n spel. Maar het is wel heel irritant. Want... Oh. Loon. Oké, fijn. Want je krijgt er best wel eens voor om te kijken. Ja, oh, 3 diamanten, 2000. Ja. Dan ben ik wel bijna volgens level, ja. Al bijna. Doe het nog even maar dichterbij, om zo te zeggen. Wat jammer. Maar als het niet lukt, is het wel irritant. Ja. Ik ben de hele tijd... Ik wil gewoon vanilleijs. Gewoon één vanilleijsje. Het is niet zo moeilijk. Kom maar. Brood. Ik kan er zo'n ding maken. Dat is wat. Dan kunnen we deze toch doen als het goed is. Ja, die. En melk. Maar dat is zo gepiept. Dat is wat. Even kijken hoor. Dan maak ik hier nog een schaapsvoertje aan. En hier zit niks in. Maar ik wacht ook even tot de volgende boot. Want heel vaak hebben de boten wel kietje nodig. Ja, ik kocht een vanilleijs. Heeft echt niemand. Ik ga even in mijn buurt kijken. Heeft echt niemand een ijsmakermachine? Er moet toch iemand zijn met een... Ik heb gewoon derde in mijn club. Toch iemand zijn met een ijsmakermachine? Nee, ja. Ja, ze heeft een ijsmakermachine. Dus ziet dat toch uit, I guess. Ja. Ik vraag haar even dan. Ik ga even kijken of we een mookritten. Want die wil ik wel kopen. En van nu je ijs nog steeds natuurlijk. Nee. Weet je wat, ik ga gewoon even alles af. Dat doe ik ook wel als ik niks meer te doen heb eigenlijk. Kijken of we iets anders bijzonders hebben. Nee, truien heb ik net een boot van gehad. Dus ik denk niet dat die... Nou, deze boot die ik nu heb, die had truien. Dus ik denk niet dat de volgende boot ook nog truien heeft. Alleen maar mais, suiker, oh schep, ja, nu wil ik wel. Hey, planken, die heb ik wel nodig. Ik wil ook geld sparen, maar soms heb je toch, ik wil mijn schuur uitbreiden, omdat die echt heel vol zit. En dan heb ik nog planken voor nodig, dus dan koop ik het lekker. Serieus te regenen. Hey, een nieuwe kant. Vanilleijs, kom op, vanilleijs. Als jij vanilleijs, geef mij vanilleijs. Nee, ik wil vanilleijs. Ik heb al een tijdje. Heel laven. Op 13 uur nog, maar ik wil gewoon vanilleijs. Ik heb dat nodig. Heel erg. Laat meteen lekker alles opmaken. Waar ik nog op 2 van die scheppen voor het geval dat. Kijk, het enige die draagt is als je een schep in de mijn doet, dat er dan een ontploffing komt. Volgens mij zit er geen dynamiet in een schep of zo. Of ben ik nou heel dom? Gaan we weer een ritueel te doen, gewoon armt alles. Oh ja, kijk jij nog steeds? Doe dan even een duimpje omhoog op deze video. En zeg het codewoord in de comments, namelijk... sokkendrager. Ja, sokkendrager. Zet dat in de comments als je nu nog steeds kijkt. Dan ben je een echte kijker, anders niet.
zien. Er staat er geen sokkendrager in de chat. Nou, in de chat, in de comment. Dus zet het gewoon in, Willem. En toen viel mijn camera uit, omdat hij niet te lang kan opnemen. Langer dan, volgens mij was dat 25 minuten of zo. Maar voor jullie is waarschijnlijk heel veel geknipt. Maar voordat dat wel, ik denk niet zoveel bijzonders. Ik praat er niet of zo, dus maakt niet heel veel uit. Hoeveel kost deze eigenlijk, Tom? Oh, 15 was erin. Ja, ik wil voor edelstenen sparen en dan ga ik het pas weer uitgeven. Want ik heb echt veel te weinig edelstenen. Net dat hij echt helemaal vol. Nu zit hij echt nog niet eens op de helft. Nou goed, ik verkoop nog wel iets. Want ik heb, oh, ja, ik heb hier geen wortels nodig van. Die erts. Ja, ik doe gewoon, wat is het, platina? Ja, ik heb niks van het zilver erts. Want, ja, dat verkoopt toch niet zo goed, die staven. Dus, ja. Een worteldrankje, ook 5 van die dingen, wat of wat. En wat heb ik voor de rest nog? Ja, appelsapje, visje daar, vis hier. Nou, nee. Ik heb niet zoveel bijzonder. Ja, ik doe wel een spijker. Of heb ik die heel erg nodig? Nou, ik heb er flink wat nodig, dus die laat ik lekker. Ik heb een enkele planken nodig. En dit, ja, ik heb er niet per se wol nodig, dus jullie doen je best maar. Nog meer voer. Ik heb wel genoeg, denk ik. Ik heb niet zoveel eigen nodig, dus. Ik ga nu even iets anders erin gooien, namelijk, laten we zeggen, schapenvoer. Want dat heb ik wel nodig. Voor de volgende keer. Ik heb gewoon helemaal geen suiker in, natuurlijk, omdat ik het allemaal geplaatst heb. Oké. De volgende krant. Even kijken. Hoop nog niet opgeven. Hopelijk is er van die huis. Please. Nee. Verdikke me. Anders is, denk, loop ik mijn 2000 XP mis. Verdikke. Oh ja, wat moest je ook alweer in de comment zetten? Goed zo, sokken dragen. Weet je wat, ik ga een beetje handel drijven. Ik koop dit, oh, nee. Dat was ook van plan, maar nee. Ik heb iets van 1 muntje of zo, dan verkoop ik het voor verhoogd. Nee, schat of wat, mais. Oh, allemaal uitverkocht, huppakee. Dat wil ik, oh, accu bijna leeg. Oké, vol, dan mijn hele ding volladen. En dan doe ik het voor 10 muntjes. Heb ik er toch weer 9 gemaakt. Nou, 15. Waarschijnlijk zou die 10 veel sneller uitverkocht zijn, maar goed, wel uitverkocht. Die iemand hem koopt. Wat of wat in de krant. Het valt lekker op tussen al die 36 en ja. 72. Kippenvoer. Zijn er nog steeds kippen? Die. Oh, ja, er zijn nog een paar. Die heb ze wat. Er waren late kippetjes, nu krijg ik heel veel eitjes. Dat vind ik heel leuk. Ik hou van eitjes. Even meteen wat wortelsap erin. En dan was dit het denk ik wel voor deze video. Want ik heb een opname van bijna een half uur. Ik ga er flink wat in knippen. Dan is er ook geen zak aan om naar te kijken. Ik heb niks meer echt te doen wat leuk is om te kijken, heden. Ik heb lekker een boot, daar ben ik heel blij mee. Ik ben bijna level 30, daar ben ik ook heel blij mee. En ik hoop nog steeds dat iemand mij vanille-ijs gaat geven, want anders is de hele boot voor niks. Dus, dat laat ik wel weten aan het einde van deze video. Of zoiets, en anders, ja. Hallo, kan je focussen op mijn mond? Hallo, kan ik ook niet focussen? Focus. Nou ja, vond je deze video erg leuk? Beloon dan een duimpje omhoog, abonneer mijn kanaal. En je weet wat je in de comments moet zetten als je al helemaal, zelfs helemaal tot hier bent blijven kijken. Dan ben je pas een echte kijker. Dus, abonneer op mijn kanaal, duimpje omhoog als je vaker hele video's wil zien en zoals ik altijd zeg, tot kijk!